Het gerestaureerde beeld van Juno bij Muzes van beeldhouwer Ignatius van Lochteren is donderdagmiddag onthuld. Tijdens de onthulling vertelde wethouder van cultuur Hans de Vrome waarom dit belangrijk is voor Arnhem. Jazeker, en daar zijn we heel erg blij mee. Het is ook belangrijk als je dat belangrijk vindt, dat je dat ook laat zien aan de bevolking. En daar is het natuurlijk een prachtige plek, een prachtig beeld. En ja, daar draag je mee bij aan het besef van cultuur. En dat vinden we belangrijk. Het was van oorsprong een Amsterdamse beeldhouwer en architect die ook goed in stukwerk was. Niet alle beelden zijn teruggekeerd na de oorlog. Juno is hier teruggekeerd. Juno is teruggekeerd, is onderdeel van de Van Lochteren beeldengroep. Wij hebben in Arnhem de grootste verzameling Van Lochteren beelden in Nederland. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. De hele stuk tussen de singles kent zijn plek. En ja, en daar hoort erbij. En ook Juno hoort erbij. Ik geloof dat we ze bijna allemaal hebben, maar dat er nog eentje nog gerestaureerd moet worden. Waarom is het belangrijk voor Arnhem? Nou, wat ik zeg, omdat cultuur belangrijk is en het besef van je geschiedenis belangrijk is. En als je hele mooie dingen hebt, dan moet je dat ook vooral aan iedereen laten zien. Zowel voor Arnhemmers als voor toeristen. Jazeker, het bepaalt natuurlijk de sfeer van zo'n stad. En als je je oudheid hebt en je wilt je oudheid en je kunt je oudheid laten zien, dan draagt het bij voor de bewoners, maar ook voor de toeristen. Meneer Kant, u bent natuurlijk blij dat dit beeld nu op haar oude plek terug is bij Muze Sacrum. Bijna op de oude plek en ik denk dat ik niet alleen, maar alle aannemers blij zijn dat dit beeld de toegang biedt tot de mooiste muziekzaal van Nederland. Waarom is het zo belangrijk dat dit beeld hier weer terug is? Het beeld is bijzonder, 300 jaar oud, is 150 jaar geleden aan Arnhem geschonken, heeft veel meegemaakt en het is nu na de restauratie weer in de oorspronkelijke vorm terug op een heel mooie plaats. Wat heeft hij zelf met het beeld? Ik wist van beelden niets, totdat ik uitgedaagd werd om een beeld wat zoek was op te zoeken. Dat heb ik gedaan. En bij de onthulling van dat beeld heb ik de toenmalige wethouder eraan herinnerd dat er nog een beeld stond wat ook een plaats verdiende. U heeft dit beeld gerestaureerd en teruggeplaatst. Hoe is het nu om hier zo voor uw eigen beeld te staan? Ja, dat is natuurlijk heel erg positief en heel erg super trots voor u dan. Dat je zo lang ook al bij dit beeld betrokken bent bij restauraties als zich wat voordoet. En moet worden teruggeplaatst. Ja, trots. Ja, dat kun je zeggen. Super trots. Wat is er zo bijzonder aan dit beeld? Ja, kijk, dit beeld is onderdeel van een heel ensemble. We zijn vanaf een jaar of 20 geleden betrokken geraakt bij deze beelden. Vanaf de vaas Amfitrite, Poseidon, Heracles en de in Cypernaal de Asclepios. En ja, dan is het bijzonder omdat het zo'n heel ensemble is. Het hoort bij elkaar. Je kunt het ook uit elkaar halen, maar dat het zo bij elkaar blijft staan, dat is heel bijzonder van één beeldhouwer. En nu staat hij op een hele mooie plek, vlak voor de ingang of de zijingang van Muze Sacrum. Een mooiere plek kan je niet bedenken. Nee, ja, jemig met de hele mooie tonen op de verre achtergrond. Ja, wat wil je nou nog meer, hè? Van een Grieks beeld naar een Italiaanse naam. Hè? Zo gaat het door de tijd heen en nou, nu naar deze tijd met deze mooie klassieke en andere gemengde klanken, ja, dat is het beeld meer dan waard. Ja.